Voorzitter, we zijn aangekomen bij de vijfde verlenging van een tijdelijke wet, tussen aanhalingstekens. In de memorie van toelichting lees ik en ik citeer: het advies naar aanleiding van het 142e OMT-advies is voor de regering aanleiding om te constateren dat er vanaf 1 maart 2022 in ieder geval nog sprake is van een directe dreiging van een COVID-19-epidemie, waardoor maatregelen noodzakelijk zijn ter afwending van die dreiging. Met 110 IC-bedden die bezet zijn door mensen die naast andere aandoeningen ook nog eens corona hebben, mist dit advies volkomen de realiteit. En dat is niet voor het eerst, voorzitter. Ik heb destijds tegen de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gestemd en ook tegen elke verlenging. Omdat de maatregelen, net als bij deze vijfde verlenging, niet proportioneel waren, niet effectief en omdat de tijdelijkheid van de wet niet verzekerd was. BVNL zal daarom tegen deze vijfde verlenging stemmen. Voorzitter, ten eerste hoort corona niet op de A-lijst. Corona had nooit op de A-lijst van infectieziekten mogen komen, maar door stevig politiek handelen van de vorige minister is ervoor gezorgd dat COVID-19 nu 4 prijkt op deze lijst. Naast MERS 34% sterftekans, SARS 10% sterftekans en Ebola 50% sterftekans. Bij corona is de sterftekans, ofwel de IFR, slechts 0,15%. Ik heb het al heel vaak gezegd. En we kunnen dus vrij makkelijk concluderen dat corona niet op de A-lijst thuis hoort. Is de minister het met BVNL eens dat COVID-19 met een IFR van 0,15 niet thuis hoort op de A-lijst? Voorzitter, vervolgens moet deze tijdelijke wet leiden tot een proportionele en effectieve aanpak van het coronavirus. Maar geen enkele maatregel heeft tot nu toe enig aantoonbaar effect gehad op de verspreiding van het virus. De lockdowns niet, de avondklok niet en de mondkapjesplicht niet. Sportscholen werden gesloten en de McDonald's bleef open. Detailhandel, horeca, kappers, sportscholen en andere niet-essentiële winkels, bedrijven liepen astronomische schade op door disproportioneel en aantoonbaar niet-effectief overheidsbeleid. Voorzitter, er staan 200.000 bedrijven op omvallen. En graag hoor ik van de minister waarom hij wel vindt dat bijvoorbeeld een avondklok wel proportioneel en effectief is. Of dat het inzicht inmiddels een beetje is bijgesteld. Voorzitter, de overheid rende vervolgens als een kip zonder kop achter de grote farmaceutische bedrijven aan en verhief het onder stoom kokend water ontwikkelde mRNA-vaccin tot magische oplossing die de pandemie zou beëindigen. Maar ook hier bleek alles anders. Gevaccineerden bleken nog steeds ziek te kunnen worden en zijn net zo besmettelijk als ongevaccineerden. En dat is helemaal niet zo erg, want gezonde mensen worden nauwelijks ziek van corona. Voorzitter, en over vaccins is nog niet het laatste woord gesproken, omdat nu pas duidelijk wordt hoe groot de bijwerkingen zijn en hoe onverantwoord de overheid heeft gehandeld. Met recht kan geconcludeerd worden dat het indirect verplichten van onnodige medische handelingen bij jongeren zeer laakbaar is en namens BVNL hoop ik dat het recht zijn loop zal hebben. Voorzitter, de zorg over onze beperkte IC-capaciteit als grond voor deze wet is eveneens weggevallen. Als de IC-capaciteit echt een probleem was geweest, dan hadden we dit in de afgelopen 2 jaar kunnen opschalen. Dit is niet gebeurd en blijkbaar ziet de overheid hier ook niet de noodzaak meer van in. Is de minister het met BVNL eens dat de beperkte IC-capaciteit in Nederland blijkbaar geen argument meer is? Voorzitter, dan de tijdelijkheid van deze wet. We zijn na 2 jaar bij de vijfde verlenging aangekomen en dat is verre van tijdelijk. Deze tijdelijke wet was ingesteld om tijdelijk noodmaatregelen te kunnen nemen. En in de ministerraad van afgelopen vrijdag is zelfs al de zesde verlenging aangenomen. De zesde verlenging. Is de minister het met BVNL eens dat deze wet bij een vijfde en straks de zesde verlenging niet echt tijdelijk meer is? Voorzitter, bij de vierde verlenging, de vorige keer dus, heb ik het uitgebreid gehad over het inperken van onze grondrechten. Over vrijheid van meningsuiting, demonstratierecht, onaantastbaarheid van het lichaam, het recht op bewegingsvrijheid, het recht op inkomen te verdienen, het recht op onderwijs en nog een aantal andere grondrechten. Allemaal geschonden door de overheid op valse gronden. Maar voorzitter, dit zijn fundamentele rechten en het moet nu echt afgelopen zijn. De staat als dader is levensgevaarlijk en we moeten proberen de machtsbalans te herstellen voordat het te laat is. Is de minister het met BVNL eens dat door deze wet onze grondrechten in het gedrang komen? Wat BVNL betreft komt er namelijk zo snel mogelijk een einde aan het schenden van onze grondrechten. Voorzitter, tot slot nog het coronatoegangsbewijs. BVNL is tegen het gebruik van het coronatoegangsbewijs en we zijn ook tegen het voornemen van het kabinet om ons een Europees identiteitsbewijs op te dringen. Een DigiD is prima, maar iedere volgende stap naar een controlemaatschappij waarin de almachtige staat haar burgers nog meer gaat controleren is onacceptabel.
Voorzitter, individuele vrijheid is een groot goed. En voor je het weet leven we in een totalitaire staat waarin een klein groepje dictatoriale bureaucraten haar wil oplegt aan het volk. Eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand is volop aanwezig in onze samenleving en daar hebben we de staat echt niet voor nodig. Corona is voorbij, de maatregelen zijn voorbij en iedereen weet nu in wat voor collectieve psychose we terecht waren gekomen. Deze vijfde verlenging van de spoedwet is nergens voor nodig en voedt slechts het wantrouwen in de overheid. En daarom mijn laatste vraag aan de minister. Realiseert hij zich dat juist door dit soort onnodige vrijheidsbeperkende wetten het vertrouwen in de overheid tot een dieptepunt is gedaald? Dank u wel, voorzitter.